hebben een familiespel gezien. En naast mij Mark Rietman. Mark, ten eerste, wat een toestand daar op het toneel bij de familie. Ja, dat ging niet goed helemaal, hè? Terwijl ze het zo goed willen proberen met elkaar. Ja. Maar dat loopt toch een beetje uit de hand, ja. Ja, dus dat is vaak met relaties en nieuwe relaties. Dan wordt het ingewikkeld. En dan kan je het nog zo goed willen doen. En het is natuurlijk ook leuk op het toneel dat het uit de hand loopt. Kijk, als het allemaal leuk is op het toneel en harmonieus, dan, dan heb je ook niks natuurlijk. Hè? Zou je kort kunnen beschrijven wat er allemaal gebeurt op het toneel? Dan moeten de mensen op me kijken. Maar we zien twee stellen, waarvan één een gescheiden stel is. En die beide, de man en de vrouw van dat gescheiden echtpaar, hebben een nieuwe partner gevonden. Ja. De man is... heeft een affaire begonnen met de juf van zijn kinderen. En de vrouw is een affaire begonnen met een life coach en een muzikus. En die vatten het plan op om... je moet gewoon goed met elkaar kunnen leven, toch? Omdat er ook kinderen in het spel zijn. Ja. Laten we de kerstdagen met elkaar doorbrengen. En laten we ook de kinderen meenemen. En dat zijn twee kinderen van het gescheiden stel. En de man, dus de nieuwe man van de vrouw die gescheiden is, neemt ook twee kinderen mee. Ja. Dus we zien en de twee stellen en de vier kinderen met deze dagen omgaan. Ja. Je zou echt wel kunnen zeggen dat het bijna... Dat mensen die schrikken sommigen, denk ik, want die herkennen het gewoon. Nou, dat horen we wel eens terug, En dan is het moment, en dan gaat die première starten en er gebeurt iets met jou. Ja, dat was niet, niet zo. Ja, wij hadden de laatste try-out in Den Haag gespeeld. We zouden de première volgende dag hebben. En dat was eind december en toen was het heel glad in het land. Ja. En ik was lekker op het fietsje gekomen. Ik had een hele veilige weg terug naar huis gefietst. En vlakbij huis dacht ik ga dat kleine straatje nog even in om mijn fiets weg te zetten. En ik ging onderuit met mijn fiets en ik klapte met mijn rug op een stoeprand. En ik had twee, lendenwervels gebroken. Ja, dat is toch... Ja, en ik ben nog wel naar huis gestrompeld, lekker geslapen. Maar de volgende dag, op de première dag, dacht ik, dit gaat niet. En toen zijn we met de productiemensen naar het ziekenhuis fotootjes gemaakt. Ja. En daar bleek die twee lendenwervels gebroken. Maar ik kon eigenlijk wel lopen en voorzichtig staan en zitten. Maar ik had hele rare pijnscheuten op de raarste momenten. Die kon ik niet voor zijn met mijn lichaam. Want dat was, dan was het weer dat. Ja, dus, precies. Dat moet je toch niet hebben op toneel. Ja, misschien denk ik wel dat het echt is. 20 keer een pijnscheut op de première. Dus toen hebben we het maar afgeblazen. Ja. En toen zat er gelukkig ook nog een kerstperiode waar we al niet zoveel speelden. Dus na twee weken heb ik heel rustig gedaan met veel pijnstillers en lekker rustig thuis. En toen waren de pijnscheuten weg en kon ik eigenlijk weer die oude man zijn die ik eigenlijk ben. Ja. Ik denk van, die wordt operatief natuurlijk dingen verwijderd. Daar was ik een beetje bang voor. Maar er stond ook in een soort persbericht, Mark heeft op twee plaatsen zijn rug gebroken. Ja. Taalkundig gezien klopt dat, maar het viel heel erg mee. Maar het leverde wel pijnscheut op. En ze zei de dokter ook al, er waren twee stukjes van een werveltje afgebroken. En ze staan heel goed, zegt dan de medicus. Ja. Ze staan goed. Ja. Dus er hoeft niks te gebeuren. Je hoeft geen corset om of iets anders of een operatie. Dus gelukkig. Rust en beleid heeft het ten goede gekeerd. Nou, misschien na dit leuke gesprekje denkt u van, daar gaan we eens naar kijken. Want het is een heel leuk stuk door vier geweldige acteurs. Ik speel mee Jacqueline Blom, Aniek Boer en Bas Hoeflaak. En zoals ik al zei, we spelen grote mensen en kleine mensen. En het ontspoort hilarisch, want het is een lekkere lachcomedie eigenlijk. Het is anderhalf uur even naar jezelf kijken misschien. Naar je eigen... Ja. Naar je eigen shit, wou ik zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Ja, en anders stichting correlatie bellen daarna. Ja? Precies, telefoonnummer onder in beeld. Na de voorstelling.